up. Degene die
lichaam. Zal dat stand wijken? We gaan het grootje er weer eens bij pakken om te kijken wat de onderlinge verschillen zijn. Want de pool inmiddels alweer in de richting van de. Kijk, dan zo meteen is achterom. We zien dat er vooralsnog geen mannen zijn op de derde plaats. Budding komt niet door. We zitten inmiddels op 35 seconden achter van de pool. Van een ontketende matje van der Poel. Ja, en een sterke matje voor de kop in de tweede plaats. Ja, en dan sterke Stijn Wijkel. En dat was allemaal ook al 1 minuut achter de leider. Dit om een grote verschil aan te geven. Een keurige vierde plaats voor Jelle Wolsink uit Borne op dit moment. Vijfde plaats zien we onder andere Jorn van der Heijden. De gezelschap van Leen. Twee rondjes nog te gaan. Geldt ook voor. Twee ronden nog, mannen. Twee ronden nog te gaan. Ik zie weer de kleuren van Isorex shirt daar aan de overzijde. Ter hoogte van het loopgedeelte springt een jonge hinde over de balken. Springt weer op zijn fiets en zet nog eens een keertje aan. We hebben het natuurlijk over de leider in de wedstrijd, Mathieu van der Poel. Van begin af aan heeft hij de aanval gekozen. Van begin af aan is hij de leider in de wedstrijd hier bij de nieuwe achterbinding. De belleider. De bel, dames en heren, voor een fenomeen in de jongere klasse. Mathieu van der Poel. Hij gaat steeds harder rijden, 6 minuten 54. We gaan kijken naar de tweede man. De tweede man die zich elk moment hier kan melden. Op eerbiedige afstand, maar toch respect, dames en heren. Rijdt ook een dijk van de wedstrijd. Martijn Budding, die de bel hoort leiden. Een 40 seconden achterstand. 3. Moeten we nu de derde man gaan even goed die ook uw aanmoedigingen nodig heeft. Stan Wijkel. Stan Wijkel die de bel hoort. En die dan nog in ieder geval één ronde heeft te gaan. Netjes, Fabio. Ja, goed gedaan, uiteraard. We gaan hier op het middenterrein. Gaat dus langs de materiaalzone. Die ontketende Mathieu van der Poel. Wat heeft die jongen een mooie stijl. En Jan zei het al. Dan voor een nieuweling, Mathieu van der Poel, zit er aan de lange zijde van het parcours. Dat betekent dat hij zometeen linksaf buigt richting de laan te houden. Martijn Budding gaat hier over de brug. Ook hij heel solide op plaats 2 in de wedstrijd. Dat betekent een mooie zilveren medaille voor de man uit Veenendaal, Martijn Budding. Ook hij voor de voorlaatste maal richting de materiaalzone. Dus, directie Babydum, nog steeds Nederlands grootste baby speciaalzaak, waar we zeer binnenkort ook weer de presentatie van zullen gaan doen. Wij gaan kijken, wij houden in de peiling dat we 3 kanjers van voren hebben met toch wel een superieure Mathieu van der Poel. Ja, en Martijn Budding is de tweede en de derde is Stan Wijkel. Ook hij inmiddels weer op de hoogte van de materiaalzone. En op de vierde plaats zien we dus Jelle Wolsink, de man uit Borne. En ook die onderlinge verschillen blijven eigenlijk onveranderd in deze laatste ronde. Onveranderd dus de onderlinge verschillen. Dus, Thank you.
aanwezig was hier vandaag. 5, 5, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ja, al is het. 18 voor je 35. Die van wat we straks allemaal van kunnen gaan hebben. En ik weet nu al dat alle België wakker ligt van mijn kind van de poel. Als je straks in de hogere categorie zit, waaruit kan komen. Gaan we met de gepaste trotse lijst weer naar de nationale.